Why don't you get? We hebben gewoon klappertjespistolen hier. Hoe vet! Wat? Maar we hebben hier helemaal geen klappertjespistolen. Oh, waarom zei je dat niet? Ik zei nog dat het geen klappertjespistool was. Zeg dan dat het een echt geweer is. Oh, sorry. Kerel, heb je de nieuwe single van Gordon al gehoord? Nou, dat zal die ook wel blijven. Wat is er? Wat heb jij gedaan met je broek? Wat? Oh, dat. Dat is niks, man. Ik was gewoon vergeten mijn broek uit te doen tijdens het plassen. Je zei dat je zonder wou gaan leven. Dus ik ga je helpen met appelmoes. Oh, dankjewel, man. Toevallig, want ik had net honger. Ja, geen probleem, jongen. Alleen let wel even op, hè. Je moet het glas niet opeten. Oh, man, waarom zei je dat niet eerder? Oh, alles doet pijn. Ik van haar af. Gewoon vogelvrij. Ja, ik snap wat je bedoelt, man. Ik voel me ook vaak een vogel. Sterker nog, ik ben een vogel. Ja, waarom zou jij een vogel zijn? Nou, omdat ik misschien kan vliegen. Kijk. Bardo, kom op, man. Wat moet ik met die rommel van jou? Oh, die rommel? Wat dacht je van opruimen? Serieus? Het waren lange dagen, mijn buren keken non-stop naar binnen en ik wou van mijn ramen af. En toen begon ik mezelf af te vragen wat er zou gebeuren als ik mijn ramen zou vervangen door iets waar hun niet doorheen konden kijken, zoals stenen. Na eeuwen van berekenen ben ik eruit. Als wij ramen vervangen door stenen, dan zijn het muren! Damn it, het was zo makkelijk. De magische avonturen van Tortilla Man. Hallo. Tortilla Man, waar ben je? Ze willen Zwarte Piet verbannen. We hebben je nodig. Maar natuurlijk help ik jullie. Alleen eerst. Goede tijden, slechte tijden afkijken. Haha, Ludo toch. Oh, Ludo. Oh, gozer, ik heb zo'n dorst. Heb je wat te drinken voor me? Ja, natuurlijk. Ik heb alleen water. Serieus, jammer man. Toch bedankt. Oké, stop. Dit is een overval. Nou ja, sorry, maar daar overval je me toch mee. Die is goed. Oké, Bardo, ik heb nu wel een echt klappertjespistool. Wacht maar af. Je weet dat we hier geen klappertjespistolen hebben, hè? Let nou... Alweer! Yo, wat up gasten en bedankt voor het kijken in deze spiksplinternieuwe Banjo Movie. Het is een tijdje geleden. Sorry. Maar goed nieuws, vanaf nu ben ik elke zondag terug. En als je dat leuk vindt, geef dan vooral een groen duimpje. En als je graag up-to-date wilt blijven met de video's die ik maak, dan kan je abonneren op mij. Hier beneden door op abonneren te drukken. Het is niet moeilijk. Ik hoop dat je deze video leuk vond. En deel hem met al je vriendjes en vriendinnetjes via Hive, Twitter, Facebook, MySpace. Gun iedereen het. Wat een neukgevoel. Pak de link hierboven, plak het via Twitter naar iedereen die je kent. Bedankt voor het delen met je vrienden en het abonneren hier beneden. En natuurlijk bedankt voor het kijken. Gasten, ik check jullie. Later.